Welkom bij de uitleg van baasstof 4, en die gaat over de hersenen. In deze video leg ik je uit hoe de hersenen zijn opgebouwd. We gaan zien dat de hersenen uit gebieden bestaan die een bepaalde taak hebben. En we gaan ook even kort kijken naar het effect van middelen op je centrale zenuwstelsel. Dan begin ik eventjes met deze afbeelding, die heb je al eerder gezien, maar het is goed om dat eventjes scherp te hebben. We hebben hier het zenuwstelsel en je ziet dat dat zenuwstelsel bestaat uit een netwerk van allemaal zenuwen. En het centrale zenuwstelsel. En het centrale zenuwstelsel, dat waren de grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg. En je ziet hier in het hoofd het eerste deel van het ruggenmerg, maar dat loopt natuurlijk een heel stuk verder door naar beneden. En we gaan dus nu specifiek kijken naar dit gedeelte van het centrale zenuwstelsel, namelijk de hersenen. En dat kun je eigenlijk wel zien als ja, het controlecentrum van je lichaam. Er wordt uit je omgeving en uit je lichaam wordt allemaal informatie verzameld. Prikkels worden opgevangen. Dat worden in zintuigen worden daar impulsen van gemaakt en vervolgens gaan die impulsen via jouw zenuwen, via jouw ruggenmerg uiteindelijk naar je hersenen. In je hersenen worden die impulsen verwerkt en vervolgens heb je dus in de gaten wat er om je heen gebeurt, en in je lichaam gebeurt en kun jij dus bijvoorbeeld ook gaan reageren. Jouw hersenen kunnen allerlei signalen weer via die zenuwen terugsturen naar spieren, naar organen om te reageren op wat er nou om je heen of in je lichaam gebeurt. Nou, op het moment dat je naar die hersenen kijkt, en dit is een scan van hersenen, dan zie je hier heel mooi de schedel en je ziet twee foto's en je ziet ook goed dat het eigenlijk twee plakjes zijn. Ze maken met sommige scans kunnen ze allemaal plakjes van je hoofd maken en je ziet dat er hier twee stukken van zijn. Ik heb ze expres even naast elkaar gezet, omdat je dus heel mooi ziet dat deze als het ware ietsjes verder weg is van waar we kijken. Hier zie je bijvoorbeeld een neus niet en hier zie je het begin van een neus wel. Dus deze, dit plakje zit als het ware iets dichter bij ons. En dan zie je, als je goed naar die hersenen kijkt, dan zie je dat er wat donkerdere gebieden zijn en er zijn wat lichtere gebieden. Wat is het namelijk? Die hersenen bestaan uit grijze stof en witte stof. En dat verwijst ook een beetje naar de kleur van die stof op het moment dat je ernaar kijkt op zo'n scan. Grijze stof bevat cellichamen van schakelzenuwcellen. Je hebt geleerd dat je drie soorten zenuwcellen hebt: je hebt de bewegingszenuwcellen, gevoelszenuwcellen en de schakelzenuwcellen. En die schakelzenuwcellen die zitten helemaal in het centrale zenuwstelsel. Dus die zit alleen in je hersenen en in je ruggenmerg. Dat betekent dat jouw hersenen ook uit die schakelzenuwcellen bestaan. En die schakelzenuwcellen die hadden cellichamen en die hebben uitlopers. En met die uitlopers zitten die zenuwen aan elkaar vast. Daarmee kunnen ze signalen doorgeven. En die uitlopers, die kom je tegen in de witte stof. En daar zie je dus een kleurverschil. Je hebt dus witte stof, je hebt grijze stof. En de, dat kleurverschil komt er dus door... dat in de grijze stof in dit geval dus vooral cellichamen zitten en de witte stof vooral die uitlopers. En die uitlopers die zijn wat wittiger van kleur omdat daar vaak ook een vetlaagje omheen zit als isolatie. En nou dat geeft dus dat, dat die wat lichtere kleur. Dus je ziet dat het uit twee ja, delen bestaat, grijze stof en de witte stof. En op deze manier zie je dat dus ook heel mooi die hersenen zo in die schedel zitten... Hier zie je de grote hersenen zitten. Hier zie je ook nog heel mooi zo hier de kleine hersenen hieronder zitten. En dat staat natuurlijk uiteindelijk in verbinding met de rest van je lichaam. Gaan we even naar deze afbeelding. We hebben even hier wat weer schematische weergave van de hersenen. Even voor je beeld: dit hier zijn de kleine hersenen. Hier zo zie je de hersenstam. En dit hele gedeelte hier zijn de grote hersenen. Nou, wat is het nou met die grote hersenen? Die kun je als het ware in allemaal gebieden indelen. Ik heb er eventjes twee aangegeven. Dit gebied hier, dat noem je het bewegingscentrum. Hierachter zit het gezichtscentrum. Dit is de achterkant en dit is de voorkant van de hersenen. En zo zitten er allemaal gebieden in je hersenen. Dat zul je in je boek ook zien. Vaak met kleuren aangegeven. En die verschillende gebieden hebben een bepaalde taak. En dat wil dus bijvoorbeeld zeggen dat het gezichtscentrum. Wat het woord eigenlijk al zegt, dat is het gebied van je hersenen dat vooral bezig is met het verwerken van wat je ziet. Nou, ze hebben ze allemaal verschillende taken en dat kunnen, hebben ze zo kunnen onderzoeken, omdat je natuurlijk moet voorstellen dat die zenuwen van je hersenen geven de hele tijd signalen door. Dat zijn impulsen. Impulsen zijn elektrische stroompjes en die kun je meten. Dus dan kun je gaan meten van nou als iemand iets doet, bijvoorbeeld iets bekijkt, welk deel van de hersenen wordt actief. Dat kun je op die manier dan heel mooi zien. Nou, wat is nou zo mooi aan die gebieden? In principe zitten die gebieden ongeveer vast, in de zin dat elk, ge elk gebied in je hersenen heeft een bepaalde taak. Maar op het moment dat het bijvoorbeeld een bepaald gebied beschadigd raakt, bijvoorbeeld door een hersenbloeding, dan kunnen andere gebieden die taken overnemen. En dan zie je dus ook dat het heel flexibel is. En zeker als het bijvoorbeeld gebeurt bij iemand die jong is een hersenbeschadiging, dan zijn je hersenen toch nog wat flexibeler en is de kans veel groter. Dat jouw hersenen dus ook zich als het ware gaan aanpassen op de nieuwe situatie. Dat is natuurlijk met veel dingen. Jonge lichamen kunnen vaak beter herstellen dan oudere lichamen. Dat geldt dus voor de hersenen ook. Nou, zo heb je dus allerlei gebieden in je hersenen. En wat ik daar wel belangrijk bij vind om te zeggen. is dat het in heel veel gevallen niet hoeft voor je toets. om al die gebieden precies uit je hoofd te leren. Wil je dat nou zeker weten wat je docent wil? vraag dat dan even. Mijn leerlingen raken soms als in de war van, oh, moet ik naar nou al die gebieden uit mijn hoofd leren? Van mij hoeft dat niet. Je moet snappen hoe het in elkaar zit. Zonder van je tijdens dus een allemaal precies te gaan leren. Maar vraag dat dus wel even aan je docent, naar wat die wil met betrekking tot deze hersengebieden. Dan gaan we nog heel kort even naar drugs. Er staat in je boek een, een, twee pagina's over voor, over allerlei soorten drugs. En wat dat eigenlijk wil zeggen is dat je op de een of andere manier middelen inneemt. Dat kan via de mond zijn, dat kan via een injectie zijn, dat kan rokend. En op de, wat het idee is van drugs is dat je dus een bepaald middel inneemt en dat heeft invloed op je zenuwstelsel. En je kunt eigenlijk de effecten van drugs in drie groepen indelen. Je hebt namelijk verdovende middelen, stimulerende middelen en bewustzijnsveranderende middelen. Ik heb er elke eventjes één voorbeeld neergezet. Het bekendste verdovende middel is alcohol. En daarbij kun je eigenlijk zeggen dat hoe meer je drinkt, hoe langzamer impulsen verwerkt worden. En hoe je zenuwstelsel dus eigenlijk verdoofd raakt. Vandaar dus ook verdovende middelen. De grap is eigenlijk een beetje met alcohol. Het is heel normaal dat het gebruikt wordt. En het is ook heel normaal al heel lang. Je kunt er wel van uitgaan dat alcohol nu was uitgevonden. Dat het absoluut en zeker verboden was geweest. Want het is echt waanzinnig slecht voor je lichaam eigenlijk. En zeker ook, en dan klik ik hem even één keer terug, voor dit apparaat in je lichaam is het hartstikke slecht. Het is slecht voor mij als volwassene. Als ik veel alcohol zou drinken, dat heeft allerlei negatieve effecten op de hersenen. Maar het is nog veel slechter voor mensen onder de 21. Waarom? Tot die tijd zijn je hersenen namelijk keihard aan het ontwikkelen. Gebruik je alcohol, ook al is het een klein beetje, dan heeft dat een negatief effect op de ontwikkeling van je hersenen. Mijn advies. Is om zo min mogelijk alcohol te gebruiken. En al helemaal als je nog 121 bent. Doe maar mee wat je wil. Mijn advies. Eh, nou goed, je hebt maar één zet hersenen. Vervolgens heb je stimulerende middelen. Een voorbeeld daarvan is ecstasy. Dat hoor je nog wel eens op feestjes dat dat veel gebruikt wordt. En dat heeft een stimulerend effect. Hè, vandaar dus ook stimulerende middelen. Het geeft je dus het gevoel dat je veel meer energie hebt. Het maakt je vaak ook veel blijer. En er zijn veel meer stimulerende middelen. Maar het idee is een beetje allemaal dat je er veel voor je gevoel, voor energie van krijgt. Um, ecstasy klinkt vaak heel onschuldig. Maar het nadeel van bijvoorbeeld ecstasy is dat je nooit precies weet wat je neemt. Dus er zitten soms ook wel eens echt stoffen in waar die heel giftig zijn. Waar zelfs soms mensen aan doodgaan. En iets anders wat bij ecstasy, en dat vind ik als biologie docent ook wel heel slecht. Het is aan de ene kant heel slecht voor je lichaam, aan de andere kant zorgt het ook voor heel veel milieuschade. Want ecstasy mag natuurlijk niet, dus het wordt stiekem gemaakt. En vervolgens wordt alle drugsafval, zeker hier in Brabant en Limburg zie je dat ook, wordt het heel vaak gedumpt. Dat is hartstikke slecht voor het milieu. Dus door ecstasy te gebruiken, kan je niet alleen schade in je eigen lichaam veroorzaken, maar je veroorzaakt dus ook schade aan het milieu, omdat je dus iets koopt waarbij heel veel afval vrijkomt dat gewoon gedumpt wordt. Nou, Dan heb je vervolgens nog bewustzijnsveranderende middelen. Wat het eigenlijk al zegt, je waarneming verandert. Als je bijvoorbeeld paddo's neemt, dat is een voorbeeld daarvan, dan komen prikkels komen nog steeds binnen. Maar die impulsen die gaan vervolgens naar je hersenen. Maar er gebeuren van allerlei dingen maar Je ziet dingen die er niet zijn. Je hebt allerlei waarnemingen die niet waar zijn. En dat wilde dus zeggen dat jij een bewustzijnsveranderend middel genomen hebt. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden, maar echt mijn advies hierbij: doe dit gewoon alsjeblieft niet. Kijk, er zijn heel veel voordelen. Het kan super leuk zijn, daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Maar er zijn ook echt absoluut risico's. En daar moet je je bij afvragen of dat het het waard is. Een voorbeeld daarvan is dat als jij bijvoorbeeld een jointje rookt, dan adem je dus ook allerlei stoffen in. Dat klinkt heel onschuldig. Je kan bijvoorbeeld een beetje relaxed van worden of je kan er heel lacherig van worden. Maar het kan bij sommige mensen ook veroorzaken dat jij bijvoorbeeld in een psychose terechtkomt. Al die drugs kunnen allerlei effecten op je lichaam hebben waarvan je van tevoren niet over na had gedacht. En vervolgens heb je er de rest van je leven last van. En dat is het echt, ik heb het in mijn omgeving gezien: absoluut niet waard om te doen. Dus doe het gewoon alsjeblieft niet. Verzin andere leuke dingen. Maar blijf met je handen van drugs af. Want de risico's zijn het gewoon echt oprecht niet waard. Dan is. Hier nog de samenvatting. Dan wens ik je heel veel succes met leren en dan zie ik jullie in de volgende video.